Goeiedag, ik ben Erik Mossing van Hal. Ik mag even wat vertellen over de tank die we onlangs aangeschaft hebben. Dat is een tank die gaan we gebruiken tijdens het hele bemestingsseizoen. Dus vanaf het voorjaar tot de laatste snede. Die gebruiken wij om bouwland te bemesten en om grasland te bemesten. En ook om mest te transporten naar onze sleepslang bijvoorbeeld. De eisen van de tank die we hebben is een behoorlijke inhoud om ook met het transport over de weg toch wel behoorlijk wat kubus mee te kunnen nemen. Grote wielen, bemesten mogelijkheid op grasland in hondengang en de mogelijkheid van wegen en monsteren. Snel bevullen en snel legen. Nou ja, en daarbij zo min mogelijke of geen schade aan de zoden of hetzij bouwland. Nou, daar hebben we deze tank dus voor gekocht. Het is een Kaweco geworden met een inhoud van 30 kub. En die heeft grote wielen gekregen. Dat zijn banden van 80 cm breed en 1,80 hoog. Die kunnen we in het land aflaten bijna 1 bar. Daardoor heeft hij weinig, of maakt hij geen insporing. En is de druk mooi verdeeld over de grond. In het grasland gebruiken wij die tank ook in hondengang. Dat houdt in, zoals u al op het filmpje hebt kunnen zien waarschijnlijk, of kunt zien, dat die wielen niet door het trekkerspoor gaan. Bij grasland kun je altijd zien, zeg maar, als je wielen van het getrokken voertuig door het trekkerspoor gaan, gaat altijd die plek wordt het gras gekwetst, zeg maar, vermoest. En daardoor ontstaat hergroeivertraging. Doordat wij die wielen buiten de trekkerspoor laten, heb je die hergroeivertraging niet. Dus ondanks dat gewicht en die vele wielen, hebben wij niet een hergroeivertraging in het grasland. En daarbij ook die 1 bar regel, zeg maar, dat wij gewoon hele lage druk in de wielen hebben. Nou, dat is specifiek, zeg maar, wat betreft banden en hondengangbesturing. Nou, de 30 kub inhoud, het monsterkabinet zit daar, de wegenrichting die zit eronder. Er zit dus een apart chassis onder die de tank draagt. Dus dat is, ja, voor de Nederlandse wet en regelgeving wil je de mest van de een naar de ander en die moet gewogen en gemonsterd worden. Dan is dat een eis. Hij wordt uitgevoerd met een neersensor. Dat houdt in dat we straks de tank het bemesten kunnen, zeg maar, naar de aantal kilo's stikstof en of aantal kilo's fosfaat of kali. Naar een van die drie items, zeg maar, kunnen we de bemestingshoeveelheid automatisch aanpassen. Of wordt automatisch aangepast. De tank wordt GPS aangestuurd. Dat houdt in dat de bemester, zeg maar, die heeft 5 secties. En zodra die bepaalde delen zou overlappen, zeg maar, dan gaan die delen secties gaan aan uit. Zodat je eigenlijk zo min mogelijk overlap hebt van bemesting. Dus daardoor ook efficiënter of nuttiger met de meststof omgaat. Nou, het is zelfs zo dat de chauffeur, zeg maar, die rijdt de trekker naar het spoor toe. Dan neemt de GPS-besturing van de trekker de besturing over van de chauffeur. En de bemester die schakelt zichzelf ook in en die laat ook automatisch de hefrichting zaken. Nou, wat dat betreft gaat het geheel automatisch. Nou, we gaan natuurlijk net over de banden. Die rijden we wel op 1 bar in het land, of bijna 1 bar. Nou, die hebben dus een luchtdrukwisselsysteem op. En met die luchtdrukwisselsystemen kunnen we op het land of op de weg de barren weer oppompen tot 4 bar. Nou, de trekkerbanden hebben ook een luchtdrukwisselsysteem op. Die laten in de bar ook, zeg maar, tot bijna 1 bar zakken. En op de weg gaan die dan ook naar een hogere spanning, zodat we op de weg ook weer zo min mogelijk brandstof verbruiken. Het snel vullen van de tank gebeurt met een, wat ook een wens was, is het, met een 10 duim zuigarm met een turbovuller erin. In combinatie met een 9 kubus verdringerpomp en een grote snijkast, die is aan de andere kant van de tank, waardoor die gewoon heel snel bevuld wordt. En wat ook die grote pomp van 9 kub, die geeft ook een behoorlijk, ja, gigantische capaciteit met het uitrijden, zeg maar, en gewoon vlot kunt rijden. Dus de pomp niet een beperkende factor. Nog een van de mensen is de mest over te pompen, zeg maar. Als we bij een put staan, dat we de zuigarm of de zuigkant, zeg maar, bij een put kunnen zetten. En we kunnen dan de mest bijvoorbeeld de omschakeling van die driewegkraan kunnen we gelijktijdig in een andere silo pompen of gewoon overpompen. Om te zorgen, zeg maar, dat we de bemester recht op de rijrichting of haaks op de rijrichting hebben hangen. Als wij aan het bemesten zijn in hondengang, zit er een zwenkheffenrichting op. Die zwenkheffenrichting die stuurt dus automatisch mee naar de kant, zodat hij altijd haaks op het bemesten staat. Nou, er zit wel een zodenbemester achter die spoorvolgend is. Dat is om eventuele om wat extra speling te geven, zeg maar. De bemester is een dubbele schijfbemester. Wij werken hier nog wel veel op leem- en kleigrond.
onze eis is, was inderdaad een dubbele schijfbemester die spoorvolgend is. Die is 8,70 meter breed. Met de transporthoogte in transportstand blijft hij onder de 4 meter. Is hij nog redelijk compact, om zo maar te zeggen. En hij moet al een keer te dragen zijn achter op de tank. Dus dat is eigenlijk ook wel het maximale wat er ongeveer voor Nederlandse omstandigheden achter kan hangen. Nou, we hebben de tank houden sinds een aantal weken. Daar hebben we een deel van de tijd houden mee gereden. Ook een groot deel van de tijd niet, door de weersomstandigheden, dat het gewoon verschrikkelijk hard is. De keer dat we mee hebben gereden, was niet altijd onder de meest gunstige omstandigheden. Maar toch, de ervaringen in het land die zijn gewoon heel erg positief. Ondanks het heel aantal wielen en het grote gewicht, zeg maar, geeft hij toch een hele goede, eigenlijk geen groeivertraging in het grasland. Die druk wordt mooi verdeeld, werkt gewoon eigenlijk super. In het land valt 100% mee, moet ik eerlijk zeggen. Dat is boven verwachting nog.